is vandaag zondag en ik ben onderweg naar de West Village om even met Carlotta bij Bobo's gezellig wat te gaan drinken. Ben ik dit weekend nog niet geweest, dus ik moest er nog even van komen. En daarna gaan we even lekker wandelen door de West Village. Dus wel zin in de kou. Ik zit gezellig met Carlotta bij Bobo's. Een beetje vroeg kerst te vieren. Met oestertjes en spuitje margaritas uiteraard. Wij zijn even aan het wandelen en kijk even hoe mooi deze kerstboom bij Washington Square Park. Zo onder die boog. Met het World Trade Center erachter. Echt zo mooi. En daar de Empire. We zijn even bij de Strand. Het is dus een van New York's grootste boekenwinkels. En voor wie op Netflix. Lily en Dash heeft gezien, die kent het waarschijnlijk wel. Mocht je nog een leuke serie willen kijken, Lily en Dash gaat over kerst in New York. Het is 8 afleveringen, 25 minuten per aflevering. En heel leuk als je meer over New York wilt zien en kerstsfeer in New York. Aanraden. Ik ben weer onderweg naar de metro met uitzicht op de Empire. Maar het is 9 uur en ik heb nog niks gegeten. En ik heb honger, maar ik weet niet zo goed wat ik wil eten. Er zit hier wel een McDonald's, maar ik denk niet dat ik er heel gelukkig van word om daar te gaan zitten. Dus daar moet ik even over nadenken. Ik moet morgen om 9 uur werken, dus zometeen even lekker slapen. Ik heb uiteindelijk dus de keuze gemaakt om voor Shake Shack te gaan. Maar het duurt altijd zo kapot gegeten van hier binnen. We staan hier, gelukkig wel met kerstversiering, maar... Niet er even geduldig voor zijn. Heb je wel een beurs en lekker hamburgertje? Ik heb lekker Shake Shack. Ik sta nu in de lift. Ik zal lekker eten. Het is maandag en maandagavond inmiddels al. En ik ben nu even onderweg naar de Sephora om een pakketje op te halen dat ik vanochtend heb besteld. Kerstcadeautjes zijn dat. En dan gaan we even naar de TJ Maxx en naar de Trader Joe's om wat kerstinpakpapier te halen ook. Voor cadeautjes voor mijn ouders. En vandaag had ik de hele dag weer gewerkt, binnen gezeten. Dus nu net hier naartoe gewandeld, 40 minuten. En nu bij een van de grootste Sephora's in Europa. Dus dat is wel leuk. Ze hebben dus echt zoveel van die setjes voor kerst. Van die cadeausets. En heel veel is nu ook al gewoon afgeprijsd. Maar echt zo schattig. Het ziet er allemaal zo leuk uit. Ik heb mijn spulletjes voor Sephora. En er stond dus echt een super lange rij, dus ik dacht, daar heb ik echt geen zin in. Maar blijkbaar was er dus een of ander apart kassetje of iets voor pakketjes ophalen. Dus ik mocht er zo aan de rij voorbij. En ik had het dus ook echt letterlijk vanochtend besteld. En wat ze dan doen is gewoon spullen voor jou uit de winkel pakken en in een tasje doen. Dus dat was ideaal. Ik hoefde helemaal niet in de rij, niet te wachten. Stop. Even naar binnen en weer naar buiten. Kan je ook niet in de verleiding komen om maar alles te kopen. Ik ben dus even bij de TJ Maxx. Ze nemen feestdagen in Amerika dus zo serieus. Dat is nu. Het is 19 december. Al een heel schap met Valentijnsdag gingen hebben. Twee zelfs. Daar is er nog eentje. Ja, kerst is nog niet geweest, maar we kunnen nu al aan de Valentijnsdag attributen beginnen als we willen. Bij de TJ Maxx. Ik ben weer even bij mijn favoriete Trader Joe's. Om wat boodschapjes te doen voor avondeten. En ik heb nog wat cadeautjes gekocht voor mijn ouders. En dan zometeen weer terug op de huis. Ik kan hier al dat kerstspul wel kopen. Chocolaatjes en koekjes om te versieren. Nog mijn kerstboompoekjes, popcorn. Ik ga het allemaal wel weer gebruiken. Ik had dus de hele tijd al heel leuk inpakpapier gezien bij TJ Maxx. Allemaal verschillende soorten, maar wel heel leuk. En nu heb ik te lang gewacht, waardoor al het inpakpapier was uitverkocht. Dus ze hadden niks. Dus ik had het toch meteen moeten kopen, maar ik had er iedere keer geen tijd voor om goed te kijken wat ik dan precies wilde. First world problem natuurlijk, dat ik niet leuk inpakpapier heb. Zo voelt het op dit moment wel even, als je iets in je hoofd hebt en het werkt dan niet zo. Dus nu moet ik in anderhalve dag op zoek naar leuk inpakpapier. En ik moet morgen ook werken, dus ik heb geen tijd om de hele stad af te gaan. Dus ik denk dat het maar bij de Target wordt zometeen. Even kijken wat ze daar hebben.
Nou, je zal het niet geloven, maar deze bakken waren gisteren nog vol. Al het inpakpapier is weg. Er ligt nog één rol. Wat is dit? Ja, dit is gewoon normaal inpakpapier. Jongens, dit kan niet. Ik heb gewoon geen inpakpapier. I can't. Oh, wat irritant. Waarom wacht ik altijd zo lang met dingen? Ik ben inmiddels in een cadeauwinkel en ik heb echt het schattigste New York kerstpapier gevonden. Maar het zijn dus 2 vellen voor 10,50. Echt, ik doe even normaal. Dit is ook niet ideaal. Nou, het is gelukt hoor. De drogist heeft nog heel veel inpakpapier. Niet helemaal wat ik voorgedacht had, maar... Of voor ogen had, ingedacht had. Maar we moeten het er maar mee doen. Nou, het is me gelukt hoor. Een hele set inpakpapier voor $13. Bij de Action zou je er 3 voor betalen. Maar daar moet je maar niet over nadenken. Als je bedenkt dat bij de overburen 1 rol met 2 blaadjes ligt voor 10. Heb ik het alsnog best wel goed gedaan, denk ik. Ik loop nu lekker tussen de kerstbomen, onderweg naar huis. Zometeen even koken. Wederom orzo. En dan cadeautjes inpakken. Altijd leuk. Ja, want nog 2 nachtjes. En dan zie ik mijn ouders weer woensdag. En het is dit weekend kerst. Dus cadeautjes moeten ingepakt worden. Het is vandaag woensdag. En mocht je denken, waar is de dinsdag gebleven? Ik heb gisteren eventjes niet gevlogd. Omdat ik nog steeds best wel een beetje moe was. Dus ik heb echt even lekker rustig aangedaan thuis. En inmiddels zit ik in een taxi onderweg naar het New York Hotel. Want mijn ouders zitten nu in het vliegtuig. Dus ik ga hun vandaag verrassen op het vliegveld. Zij denken namelijk dat ik pas om 4 uur kan inchecken. We hebben het ook op mijn naam gezet, het hotel. Dus dat ik er vast heen zou gaan. En dat ik ze daar ga ontmoeten. Maar wat zij dus niet weten is dat ik een early check-in heb geboekt. En dat ik er dus nu al sinds een half uurtje geleden in kan. Dus ik ga zo meteen naar de kamer toe. Mijn spullen daar neerleggen. Het even gezellig maken met een kerstboompje en wat lampjes. En dan ga ik hun verrassen op het vliegveld. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. En het voelt heel onwerkelijk dat zij onderweg hier naartoe zijn. Want ik heb ze al, mijn vader sinds begin ook, sinds ik ben weggegaan. En mijn moeder dan wat later, omdat hij mee was gegaan naar New York eerst. Maar ik kan het gewoon nog niet bevatten dat zij straks hier zijn. En dat we hier kerst gaan vieren. Want ik heb ze zo erg gemist. Dus zoveel zin in vandaag. Ik heb hier echt heel erg naar uitgekeken. Dus ik ben heel benieuwd ook naar de kamer. En naar hun reactie ook. Mijn moeder vroeg net al, hoe werkt dat dan met een taxi? En hoe zit dat dan allemaal met een yellow cab? Dus ik heb maar gewoon meegepraat. Maar wat zij niet weten is dat ik er natuurlijk straks gewoon bij ben. Om ze te helpen ook. Dus echt heel veel zin in. Ik kom net aan in de kamer. Het duurde echt vreselijk lang. Maar ik dacht, ik laat jullie even de kamer zien. Het is met 2 bedden, want ik slaap met mijn ouders gezellig op de kamer. Dus de bedjes, tv'tje en een heel leuk uitzicht. Namelijk op de Edge daarboven. Waar ik laatst met Linda al bij Piek heb gegeten. En ik ga daar op tweede kerst nog ook met mijn ouders eten. Dus we kijken mooi uit op de westkant. En dan heb je hier een kast. Waar ik mijn jas net heb opgehangen. En we hebben een bad. Dus dat is heel chill. Want ik ben al 5 maanden niet in bad geweest. En dat wil ik al heel lang. Maar dat ging telkens niet. Want ik had geen bad. Dus New York Hotel. En nu zal ik het even gezellig gaan maken hier. Ik sta even bij de McDonald's om een burgertje en een iced tea te halen. En dan naar het vliegveld. Heel veel zin in. Als het goed is, zijn ze er bijna. Dus ik ben benieuwd. Van wie niet denken? Het is inmiddels wat later en ik sta nu even bij Starbucks tegenover het hotel een koffietje te halen voor mijn ouders en voor mezelf. En de verrassing is goed gelukt. Ze waren echt heel erg verrast toen ik op het vliegveld stond. En zij net aankwamen, ik had het echt op het nippertje gered, want alles ging heel snel bij de douane. Maar ze waren echt heel blij om me daar al te zien, dus dat was even een emotionele bedoeling op het vliegveld.
En nu zijn zij even spullen aan het uitpakken. Ja, het hotel zit hier tegenover. Dus ik dacht, ik ga even lekker koffietjes voor ons allemaal halen. Omdat ze natuurlijk ook met de jetlag zitten. En ja, het is zo fijn om ze weer te zien en ze weer hier te hebben. En dan zo meteen lekker uit eten. Wij zijn onderweg. En dat betekent vlogdebuutje. Mama is er. Papa is er. We hebben allemaal onze Uggs aan. Uggfamilie gaat op pad. Lekker bij Applebee's eten en daarna Krispy Kreme halen. En dit is waar we slapen. Bij New Yorker op 34th Street. En ik heb echt heel veel honger. Want ik heb vandaag alleen nog maar een banaan en een cheeseburger op. En het is inmiddels 8 uur. Maar zometeen bij Applebee's dus lekker eten. We zitten inmiddels lekker bij Applebee's. Met grote iced tea. Te wachten op het eten. We hebben lekker spareribs en mijn favorietje, kip met kanaal en mashed potatoes en bonus wings en frietjes. En als we dan toch bij Times Square zijn, wordt er uiteraard ook een donutje gegeten. Eerste Krispy Kreme ooit. Oeh, lekker warm. Gaat. Ja, het moet lekker zijn. Het smaakt naar oliebol. Ja, dat weet ik. Lekker toch? Heel lekker. I know. Wil je proeven? Nee. Wil je proeven? Het smaakt naar oliebol. Ja. En we zijn nu nog bij het hotel, maar we gaan zo meteen winkelen bij Macy's. En het zou vandaag heel hard gaan regenen, maar het is nog steeds droog. Volgens mijn moeder komt er een, hoe noem je dat? Coldstorm? Een coldstorm, ja. Een coldstorm aan. Daardoor heb ik vannacht gedroomd dat er een tsunami was. Dus dat was heel raar. Oh, cold floating. Nee, geen cold floating. Er komt regen aan, in ieder geval. En sneeuw en heel veel regen. En het gaat overstromen, zeggen ze. Maar vooralsnog valt het allemaal wel mee. Dus er is niks aan de hand. Dus we gaan het zien. We hebben paraplu's, dus we overleven het vast. Wij zijn lekker onderweg naar Macy's. En ik heb dus mijn ouders mijn andere winterjas mee laten nemen. Dus ik heb eindelijk eens even een beetje een outfitwisseltje op de rol. In plaats van dat ik deed het met mijn soorten jas en mijn soorten muts loop, dacht ik, gaan we nu voor beige. En mijn oorwarmers weer open, want het is best wel koud. En lekker groen sjaaltje. Is wel goed warm. En wat genieten dat ze zijn. We zijn bij Party City weer, die feestwinkel. En ze hebben dus allemaal Grinch versieringen voor kerst. Ach, ik heb helemaal zin om een Grinch kerstfeestje te plannen. En moeders heeft alweer iets gevonden voor op de auto. Ik ga deze meenemen. Voor op een Fiatje. Helemaal leuk. Dus als iemand straks een rendier ziet rijden, wit Fiatje. Dan ben ik het. Smoeken. Ik vind deze leuker. Nee, die is leuker. Boven bij Macy's hebben ze dus Santaland gemaakt. En je kan je dan aanmelden of een tijd reserveren om hier de kerstman te ontmoeten en mee op de foto gaan. En dat is dus ook wat je echt altijd ziet in kerstfilms en series. Dat ze dan in zo'n warenhuis naar de kerstman gaan. Tenminste in de kerstfilms die ik heb gezien. Vaak bij Macy's dus. En dat gebeurt hier. Ik heb nog een schattige pretzel kerstbal gevonden bij Macy's bij de Holiday Lane kerstafdeling. Wel leuk. Nog eentje als herinnering aan New York. Omdat ik hier best wel vaak pretzeltjes eet bij van die karretjes. Kijk hoe mooi de etalages ook zijn bij mensen. Zo leuk. Deze ook. Je moet naar achter staan. Heel leuk. We gaan eens even proeven.
koffie drinken bij deze Starbucks. En deze is net geopend. Hij zit in de Empire. En dit is dus dat nieuwe concept van Starbucks, Starbucks Reserve. Oh, dit is de emergency exit. Nou, we zijn alweer bij de verkeerde deur. Maar ja, het is volgens mij gewoon hetzelfde als Starbucks, maar dan net even wat anders. Net even wat luxer volgens mij. Dus ik ben benieuwd. Zo ziet het er binnen dus uit. Ze hebben ook allemaal van die spulletjes. De mop speciaal voor de Empire. Buttons. Oh, mooi, mooi pandje. We hebben nu dus een tafeltje beneden. Een soort van lounge. En je hebt het menu dus op je telefoon met een QR-code. Ze hebben dus ook espresso martinis bij deze Starbucks. En taartjes. En ook meer borrelhapjes, dat soort dingen. Dat is wel schattig. En weer pizzaatjes. En ook geen drinken. Wel zo'n beetje. Dit is de eerste keer in mijn leven dat ik Starbucks uit een glas drink. Oh. Lekker. We zijn weer even in de Strand, in die boekenwinkel waar ik zondag ook was. Want ik wilde dit boek graag even kopen. Dus die ga ik meenemen. Wij zijn lekker aan het wandelen door de West Village. En het is eindelijk stop met regenen. Dus we gaan nu even lekker bij Magnolia banana pudding halen. En daarna naar Boho. Dus daar ook echt heel veel zin in natuurlijk. We gaan nu eerst even hier banana pudding halen. We zitten gezellig bij Boho. Natuurlijk zitten we bij Boho. Aan de koelkast, aan een wijntje, aan een frietje. Lekker weer. Moet je eens kijken. Wie is dat nou met een nieuw petje? It's me. It's you? Ja. Oh, jeetje. Ik ben de familie aan het ontmoeten. Oh, spannend. Dit is big. Wat een feestje. Ik ga het af te toppen nog even een pizza. Dit eet, dit is normaal samen eten. Het is vandaag vrijdag en wij lopen net naar buiten om richting AI op te gaan. En het begint zo hard te hagelen. Ik denk niet dat je het heel goed kan zien vanuit hier binnen. Dus we zijn echt meteen de CVS ingerend. En nu staan we hier echt te wachten tot het open gaat. Maar ik vraag me af of het überhaupt vandaag nog beter weer wordt. Dus even kijken hoe het dan daarheen gaat. En dan moet ik de hele dag in de CBS staan. Nou, we lopen nu dus naar de metro. En het waait. En het regent. Oh. Ah, we zijn wat een rot weer. Ja. Mijn paraplu gaat er ook weer bijna vandoor. Maar bijna bij de metro. En dan naar Ajo. Want iedereen wil natuurlijk nu ook een taxi. Dus dat is ook niet succesvol. Maar, laatste dag één. We hebben het gered tot aan de metro. Levend. Levend. De paraplu's leven nog. Ook wel. Alles is zo goed als droog. We zijn er. Bij de Ajo. Het regent nog steeds. Niet heel hard gelukkig. Ik ben hier dus nog nooit geweest bij deze Ajo. In de East Village. Volgens mij hebben ze wel plek. Ze zijn in ieder geval wel 24 uur open. Dus we gaan eens even kijken. We hebben een tafeltje en nu even kijken wat we willen eten bij de Ajo. Ik denk dat ik het al wel weet, want het is kort over 1, maar het is wel mijn ontbijt. Dus ik denk dat ik voor breakfast semper ga. Ja, looking good. Daar zijn meer mensen enthousiast over. Ja, of de chicken en chicken waffles. Ja. Lekker! Nou, we hebben het eten hoor. Lekker bacon en eitjes. It smells like hell. It smells like hell. It's plakt. Het plakt, het sticks like hell. In ieder geval, terug naar het verhaal. Worstjes, ei, bacon, ham, hash brown, pancakes uiteraard. Kan niet missen bij Ajo. En nu lekker eten. We lopen nu in Little Italy en het sneeuwt. Het sneeuwt, het sneeuwde net heel hard, nu iets minder. Maar je krijgt wel helemaal het kerstvibe zo. De 23e vandaag, dus met een beetje geluk blijft het sneeuwen. We hebben een White Christmas, maar misschien is dat ook iets te enthousiast.
Maar in ieder geval, lekker aan de wandel. Ja. Lekker inpakken te sterven schout. Kijk hoe leuk je strikken. Oh ja. Ze hebben hier in ieder geval goed versierd voor de kerst. Ja. Even bij de Uniqlo om nog wat meer van dat thermospul te halen, want het is stervens koud buiten. Dus ik heb er nu eentje die ultra warm is. Dat is top. We lopen even in de Trader Joe's om wat lekker dingen te halen op de hotelkamer. Dit is een Trader Joe's waar ik nog nooit ben geweest. Maar hij is wel echt een stuk kleiner ook dan die waar ik normaal kom. Ze hebben ook echt veel minder hier. Maar goed, het is nog steeds Trader Joe's, dus geen woord te klagen. Wij hebben ons even omgekleed en we zijn nu weer onderweg om iets heel leuks, maar in mijn geval wel spannends te gaan doen. We gaan namelijk schaatsen bij de Rockefellerboom, bij de schaatsbaan. Dat is mama de droom, die kleedt als Eskimo op dit moment. Ik vind het ook heel leuk, maar ik ben niet zo'n held op schaatsen. Mijn evenwicht is niet zo top. Dus ik vind het vooral een beetje spannend om daar zometeen op dat ijs te gaan staan. Maar moet goed komen. Maar we gaan het doen. We gaan het doen. Wel leuk. Ik kan over een uur wel zeggen dat ik het heb gedaan. Ik heb het nog nooit gedaan, dus altijd de eerste keer. Ja, nou, ik heb wel eerder op schaatsen gestaan in mijn leven. Ik denk zo'n 10 keer. Nooit heel succesvol geweest. Ze hebben ook leuke pinguïns. Ze hebben geen pinguïns. Nee, dat hebben ze dus niet. Nou, daar hebben ze altijd een rand. Een rand. Dus nou, ik ga proberen wat ik kan filmen. Anders dan vertel ik daarna hoe het is gegaan. Nou jongens, hier gaat het dus gebeuren. Bij Rockefeller Center, onderboven. En ik moet zeggen, het valt me alles mee. Ik kan het eigenlijk nog best wel prima. Ik zal kijken tot in hoeverre ik jullie daar ook bewijs van kan geven. Maar so far so good eigenlijk. Wel cool met Bo. Oh, er valt iemand heel hard, maar even naar kijken. Even kijken waar mijn ouders zijn. Daar achter gaan ze hand in hand. Schaatsen en ook dat gaat zo goed als goed. Dus wij niet te klagen. Er is een gevallen. Dat heeft een punt in. Helemaal de regen is al om het ijs. Ik heb heel afgeknopt. Hij is afgesneden. Hoeveel gaat nog goed? Gaat heel goed. Ik kom zo aan hoor. We hebben het schaatsen overleefd. Niks gebroken. We hebben het gedaan. Het schaatsen bij de Rockefeller Tree. Wel heel koud. Echt zo'n koud gezicht. En mijn handen zijn echt bevroren. Mijn tenen zijn bevroren. Mama is nog steeds een Eskimo. Maar het was echt geweldig. Het was echt geweldig. Het was echt zo cool. En nu even lekker peppermint mocha gehaald bij Starbucks. Om een beetje op te warmen. En nu weer lekker terug van naar het hotel. Dus mocht je ooit hier zijn tijdens de feestdagen, dat je kan schaatsen bij de Rockefeller Tree, zeker doen. Een rip uit je lijf, maar je krijgt er zeker geen spijt van. Echt super gaaf. Voor een bak met geld neerleggen, maar goed. Het is het wel waard voordat ik er ga schaatsen. En je vergeet het in ieder geval nooit meer. Dus dat scheelt. Wij zijn weer lekker terug bij het hotel. En aangezien het vandaag vrijdagavond is, ga ik deze vlog afsluiten om morgen weer een nieuwe vlog te beginnen. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet jezelf niet te abonneren. Vergeet deze video niet te liken. En hopelijk tot volgende week. Dan is het een kerstvlogje. En slaap lekker. Doei doei.